Voor de eerste keer pak je een Singer Featherweight uit de koffer. Maar waarom waggelt het zo? Ja, vermoedelijk moet je de originele rubberen voetjes vervangen. Alle vier zijn ze aan het verkruimelen, ze zijn gesmolten en ze zijn plat. En dat allemaal tegelijk. Je kan normale deurstoppers, buffels of stootdoppen gebruiken, al zijn die te groot en passen ze dus niet. Je kan beter kiezen voor de origineel lijkende dunne kleine mini-buffel. Het originele onderdeelnummer is 45780. Dit zakje met vier nieuwe voetjes kocht ik bij een specialist voor slechts een paar euro. Maar let op, onder de 222 moeten 5 doppen in plaats van 4. En onder een witte featherweight gaan hele dunne voetjes die ook nog eens een keer gelijmd moeten worden. Zo, eerst pak je een handdoek of zo, zodat je de machine op zijn zij kan leggen zonder dat het beschadigt. Dan verwijder je de oudere rubberen voetjes. Soms is er een klein beetje moeite voor nodig. Een andere keer is er misschien wat meer moeite voor nodig en moet je het misschien een beetje opwarmen, niet te veel. Draai de 4 of 5 schroeven los. Maak het helemaal schoon en pak een nieuwe set en plaats deze onder de 221. En dat is eigenlijk alles. Er komen meer video's aan over deze featherweight en andere vintage Singer naaimachines. Dus wellicht zie ik je in een volgende video.